3-1 verloren van de SSS. Barneveld, er zat veel spanning op de wedstrijd. Hoe heb je hier naartoe geleefd? Wat is het gevoel dat je erbij? Ah, wel extra mooie spanning natuurlijk die je voelt. Ze is ook de koploper natuurlijk. Daar zijn ze niet voor niets. Het is mijn oude club hier, dus van Meren en van Gert en van Jort de oude club hier. Dus het was een speciale wedstrijd. En de derby hier in de regio, het is bomvol. Dus het was een super mooie wedstrijd voor. Uiteindelijk verlies je de eerste twee sets, verlies je eigenlijk in noodtreinvaart, een sneltreinvaart. Verlies je 2-0 en 2-0 achter, wat gebeurt er op dat moment met de ploeg? Nou ja, goed, op een gegeven moment moet je toch met een vaartje gaan tappen. Dan probeer je alle spanning voor je af te gooien. Want het is soms gewoon spannend te spelen en niks lukt eigenlijk. En dan zie je dan in de derde set dat het gelukkig wel wat beter gaat. Maar we kregen het doel gewoon niet aan het lang lopen, zoals we normaal gewend zijn. En dan win je gelukkig nog die derde set op een nippertje, maar dan in de vierde set dan gaan ze toch wel gewoon. Enerzijds is het klasse voor hun, anderzijds is het gewoon niet op niveau gegaan. De vierde set ben je er nog heel dichtbij, hè? Het is net afgelopen, het komt op 22-22 en dan gaat het fout, hè? Ja, ik eerlijk gezegd weet ik helemaal niet zo van hoe ik de laatste paar ballen gaan. Ik bleef in de flow en ik weet het niet meer. Kan jij het zeggen hoe ze gingen? Ik weet het echt niet. Ja, 3 op rij, pak je er, krijg je er tegen en dan is het gebeurd. Ja. Goed, ze hadden een behoorlijk zorgstuk op het eind, maar dat doen ze wel goed. En wij scoorden aanvallend niet. Dan hebben zij gewoon net iets extra kwaliteit. Heb je natuurlijk beker in deze wedstrijd toegeleefd? Het groot aangepakt hier, totaal bomvol natuurlijk allemaal. Ja. Verlies je 3-1. Als je het in twee zinnen moet beschrijven, wat voel je nu en hoe moet het verder? Nou, we moeten verder. We gaan gewoon verder waar we gebleven waren. En verlies tegen de koploper is niet schande. Dus we zijn nog steeds aan iets heel moois bezig. En het seizoen is nog lang. Dus het is nu even slikken, maar dan weer doorgaan. Okay.